Hij is stuivend, hè? Dus hij is enorm geurintens. De tannines zijn hoog, dus de structuur is goed. Hij heeft ook een beetje het vanilleachtige, waardoor hij wat stroperiger wordt. Ontzettend frisse wijn, mooie zuren, klein bittertje aan het eind. Ja, je wordt helemaal gelukkig van. Scheltema veranderde dit weekend in Château Leiden. Een festival waar tientallen wijnboeren hun beste producten lieten proeven aan de bezoekers. We hebben een onwijs gave Pandoor van Mastella de Fesse. Niet zo voor de hand liggend. Het laat je verrassen. Dus in de geur is net wat anders en het neemt je mee naar iets wat je niet kent. Het is heel kruidig. Het is niet iets wat we alle dagen drinken. Dus dat vind ik wel heel leuk om hier aan de mensen te laten proeven. Dat er ook meer dingen zijn dan Sauvignon en Pinot Grigio en Chardonnay. Ik snap dat het beter is om te proeven als je hem uitspuugt. Maar daar heb je ook nog een glaasje water voor. Als je daar een slokje van neemt, dan is er helemaal geen probleem. Er werd goed geproefd tijdens de eerste editie van Château Leiden, maar er was meer dan wijn. Dit zijn Zeeuwse oesters. Die zijn verwaterd in Oosterschelde. Heerlijk met een lekker fris wijntje. Vooral oesters en champagne. We hebben vanavond het wijnspijsdiner, wat onderdeel is van ons festival. En wat houdt dat in? Een vijfgangen diner, bereid door Smoky Goodness, met vijf bijpassende wijnen. Waarbij we een van onze producenten hebben die alle wijnen uitlegt en vertelt. Straks een gerechtje met gerookte entrecote. Hoofdgerecht is een prachtig stuk runderrollade gevuld met een duchel van paddenstoelen. Met gemengde paddenstoelen, truffeljus. Maar het weekend draaide natuurlijk allemaal om wijn. Althans, voor de meeste bezoekers.